Hi, ik ben Thomas in beursbox.nl. Nog een keertje over de overwinning van Trump in Amerika. Hoe is dat zo gekomen? Wat heb ik fout gezien? Want ik heb het fout gezien en dat is duidelijk. Nou, een van de dingen, ik heb meerdere commentaren gezien en de meeste die zijn niet zo interessant, maar er zijn een paar hele interessante bij. En een van die interessante commentaren was van, ja Tom, jij hebt contact in Amerika met een bepaalde groep mensen. En ja, die mensen die lijken bijna wel Europeanen. Maar de rest van Amerika, waar jij geen zaken mee doet, die zitten er anders in. En daar heeft u dus achteraf gezien wel een punt. Een ander had ook weer een aantal zaken. En die zei van ja, maar je moet eens naar de totale Amerikaanse samenleving kijken. Er zijn een aantal dingen enorm van belang. We kennen de verzuiling, oké, dat weten we. Maar wat er ook belangrijk is, er is een klassenmaatschappij in Amerika. Hoe blanker je uit, hoe hoger je status. En uiteindelijk de blanke, ja, dat is belangrijk. Daarnaast, en dat speelt er ook bij, hoe rijker je bent, hoe meer aanzien je hebt. Ja, en dan kwam hij tot het punt, en dat is ook nog eens een keertje, emancipatie van de vrouwen is veel minder ver dan in Europa. Dus dat, ook, dat zijn die drie punten. En als je dan die twee kandidaten naast elkaar zet, een blanke man en rijk. Dus het is een man, blank en rijk. Dat zijn drie pluspunten. Die zet je tegen een vrouw, zwart en niet rijk. Dat zijn dus drie punten waarop de democratische kandidaat het moet afleggen tegen de republikeinse kandidaat. Achteraf gezien, ja, blijkt dan dat Amerika nog helemaal niet toe is aan een vrouw. Een niet-blanke, een niet-rijke, om die daar neer te zetten. Obama was een enorme uitzondering in dit verhaal. Dat is misschien wel het verrassende geweest. Dat Trump het is geworden is misschien niet eens verrassend. Obama was de verrassing. Dus Amerika is zover nog niet. Ja, en achteraf gezien had dus de Democratische Partij er toch een andere kandidaat neer moeten zetten als je dit weet. Ja, dat wist misschien de Democratische Partij ook niet, dat het nog zo erg gesteld was, omdat de Democratische Partij met name in de staten rond de oceanen, bij de kusten van de oceanen, heel erg groot zijn. Maar de rest van het land is helemaal niet zo ver. Daar is het nog een stuk achterlijker. En dat weten we, staten als Alabama, Kentucky, dat is toch achterlijk land. Daar zijn die mensen nog heel erg, ja, ver terug in de tijd. En Pennsylvania, ja, ook blijkbaar. Ja, hoe gek het dan misschien ook wel klinkt, want je had toch wel verwacht, ik althans, dat het daar beter zou gaan. Maar dat is dus niet zo het geval. Dus ja, dat zou dus allemaal ook kunnen meespelen als zijnde van, ja, maar ja, je hebt, in Amerika is het zo dat het maakt niet uit hoe je karakter is daar. Als jij geld hebt en iemand denkt ik kan aan jou verdienen, dan maakt jouw karakter me niks uit. Als die blanke rijke man die alles bij elkaar ligt president kan worden, maar ik denk dat ik daar beter van kan worden, dan is dat prima. Ja, zo denken die Amerikanen. En zo is het eigenlijk ook in Frankrijk. Dat las ik ook in een van de commentaren. Van, ja, het is niet zo anders. Hè? Ook daar, hoe groter je criminele record, hoe makkelijker verkiesbaar je bent. Dat zit er soms wat in. En ja, dat is dan in Amerika helaas ook zo. Dat ja, het feit als je blank en superrijk bent en een man, ja, dan heb je heel veel streepjes voor hoe slecht je karakter ook is ten opzichte van een zwarte vrouw die niet rijk is. Ja, heb je dan al gewonnen? Dat blijkt dan al wel weer. En ja, hoe triest dan ook, ik had dat inzicht graag een paar maanden geleden gehad. Dan had ik er anders in gestaan. Ja, dat is dan even jammer. Maar ja, het is zo uitgekomen. Want het is niet op basis van het beleid dat Trump gekozen is. Want Trump heeft geen beleid. Want Project 2025, wat dan zijn beleid zou moeten zijn, is niet van hem. Daar heeft hij zich van gedistanceerd. Maar dat gaat hij wel uit laten voeren. He, maar daar heeft hij zich van gedistanceerd en hij heeft dus geen beleid gehad. De Democraten hadden een goed beleid, maar dat boeit dus niet, want die andere punten die waren niet sterk genoeg. Hoe triest dan ook. Nou,
Wat ik al zei, ik had het inzicht graag eerder gehad. Het is niet anders. Trump wordt president en we zullen het ermee moeten doen. Dank voor het kijken. Houdoe.